Ik ben Matthias en ik ben digitaal stratege bij Interacto. Als digitaal stratege ben ik samen met mijn collega's van strategie de brug tussen de mensen van sales enerzijds en de projectteams anderzijds. Het is onze taak om de nodige vragen te stellen aan de klant, alles kritisch in vraag te durven stellen en te weten te komen wat eigenlijk de echte vraag is van de klant waarmee je naar Interacto toe komt. We proberen uit te zoeken welke oplossingen we eigenlijk echt moeten voorstellen, steeds in functie van beschikbaar budget en in functie van de doelstellingen van de klant, om zo de nodige oplossingen voor te stellen. Dat kan een webshop zijn, dat kan een lead generation strategie zijn, dat kan een online marketingplan zijn, of dat kan nog iets heel anders zijn. Het leuke aan mijn job als digitaal stratege is dat er ongelooflijk veel afwisseling is in mijn job. De ene dag zit ik bij een groot nationaal consumermerk en de volgende dag zit ik bij een lokale KMO die B2B doet in een heel ander segment, in een heel andere sector. Dat daagt ons elke dag uit om in een heel andere materie en met heel andere beschikbare budgetten en altijd binnen de mogelijkheden van de klant de juiste oplossingen te bedenken waarmee de klant geholpen is en we zo'n succesverhaal samen kunnen schrijven. Interacto is een heel leuk bedrijf om te werken. Voor mij persoonlijk is het vlakbij thuis, dus ik heb nooit geen files. Dat is al heel mooi meegenomen. Het is ook een ontzettend leuke omgeving aan het kanaal, tussen de bomen van het bos. Maar ook binnen de mensen zijn heel erg tof om mee te werken. Er zit heel veel kwaliteit binnen Interacto. Ze zijn allemaal specialisten binnen hun vakgebied. En dat maakt als ik ooit hulp nodig heb of ik wil pingpongen met collega's, dat het ook kan. Ik heb hier meer dan 130 mensen in Herentals die ik kan aanspreken om te pingpongen over een bepaald idee, te brainstormen. Iedereen komt snel samen, iedereen wil er samen voor gaan en een half uur later hebben we samen een oplossing bedacht waarmee we de klant verder kunnen helpen. En dat maakt ons een ongelooflijk sterk team waarmee we ongelooflijk straffe dingen samen kunnen doen. We proberen